Allemaal heel hartelijk welkom in deze avonddienst. Hier in deze zaal, maar uiteraard ook onze broers en zussen. En misschien kijk ook jij voor het eerst, die met ons verbonden bent via YouTube. Heb met ons, wees heel welkom. En u ook, broeder Verkerk. Fijn dat u ons kon dienen met het woord. Met als thema vinden en vasthouden. God zegen bij het brengen van de boodschap. We hopen met elkaar natuurlijk een gezegende dienst te hebben. Graag wil ik met u het woord openen. En dan graag bij Psalm 139 een tekst met u lezen. Het is een hele bekende psalm, denk ik, waar zo boven staat, de Heere weet alles. En dan staat er bij vers 1, Heere, u doorgrondt en kent mij. En dan wil ik doorgaan naar vers 23, waar dan ook staat, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. De Heere kent ons verdriet. Hij kent onze zorgen. Hij kent onze pijn, maar ook onze vreugde. En we mogen zo rijk zijn door hem. En dat ook u allen, u weet dat, maar dat we ook allemaal zo rijk gezegend mogen worden vanavond. Graag zou ik met u... even kijken hoor. Ja, we willen graag ons openingslied zingen, opwekking 222, wat hier heel mooi op aansluit. Doorgrond mijn hart en in die mogelijk graag staat. Thank you.
zou ik graag een zegen willen vragen. Vader in de hemel, dank u wel dat u het bent, Heer, die ons samenbracht. Dank u, Vader, voor uw genade, waar we zo van mochten zingen. Genade zo groot. Heere, u bent het die ons heeft lief gehad. Die ons heeft vrijgekocht. Heer Jezus, dank u wel voor uw offer. Dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Maar dat u ook weer bent opgestaan. Dat de dood is overwonnen. Dank u, Heer, voor het leven met u. Wilt u ook zo deze avond in uw handen nemen. Wilt u ons leiden en zegenen. Dat we weer toegerust naar huis mogen gaan. Deze verdere week weer in. Onder uw zegen. Heren, we vragen het u in Jezus' naam. Amen. Willen we graag ons volgend lied zingen. En dat is opwekking 350. Vader, vol van vrees en schaamte. En daarna is tijd voor mededeling en gebed. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Van broeder of van zuster Antoinette hebben we bericht gekregen dat ze de gemeente van harte wil bedanken voor alle gebeden en kaartjes en berichtjes. Maar bovenal wil ze onze Vader in de hemel bedanken dat ook de gebeden zijn verhoord. En morgen vindt u een wat uitgebreider verslag ook in de nieuwsbrief. Dan is er komende zaterdag middag, de Israëlmiddag. Dat begint om 14:00 en het eindigt ongeveer om 16:30. Morgen ook meer in de nieuwsbrief daarover. En 5 oktober is er een mantelzorgers. En woensdag 5 oktober aanstaande wordt er een avond gehouden voor de mantelzorgers onder leiding van broeder Klaas. Nou, het is voor mantelzorgers zelf, maar ook voor zorgvragers, omstanders en familie. Het thema is: hallo mantelzorger, hoe gaat het met jou? Nou, waar komt het begrip vandaan, definitie en cijfers, waarom mantelzorg, mantelzorg in de Bijbel, hoe gaat het met jou als mantelzorger?
de mantelzorger zien staan. Daar gaat het over. U bent van harte uitgenodigd en de avond begint om 19:30. Dan is er een mededeling vanuit het muziekteam. Vanuit het muziekteam willen we één keer per maand alle mensen die muzikaal zijn en zich voor battle willen gaan inzetten, de gelegenheid geven om hun talent te uiten. De avond ziet er als volgt uit, ongeveer om 19:00 de start, met gebed, daarna inventariseren, wat gaan we zingen, wat gaan we spelen met elkaar en daarna is het muziek maken met elkaar. De startavond zal zijn om, dat is 29 oktober, en vanaf deze datum zullen altijd de derde zaterdag van de maand zal dit gehouden gaan worden. Nou, u kunt zich daarvoor aanmelden bij Marloes en bij Gerard. Dan is er volgende week zondag een viering van het Heilig Avondmaal in de morgen. En het battlenieuws ligt weer voor u klaar. Ik kreeg net nog een korte opmerking over het battlenieuws. Daar staat in dat de radio-uitzending op 9 oktober is, maar die is een weekje eerder op 2 oktober. De collecte van vandaag is bestemd voor Stichting Mino en daarvoor wil ik Gerrit-Jan naar voren vragen. Ik neem even de honneurs waar van Ton, want die is op vakantie. En zo mag ik vanavond ook de collecte voor Mino mensen in Noordoost-Europa bij u aanbevelen. Sinds de oorlog in Oekraïne hebben we veel vraag gekregen van de gemeentes al daar. In ieder geval de gemeentes waar we al bekend mee waren, maar ook nu de gemeente uit Kloes. En om te vragen, kun je ons praktisch helpen, soms met zaken. En als gemeente hebben we er ook vaak gehoor aan gegeven al, door financiële middelen beschikbaar te stellen. En daar zijn ze natuurlijk enorm blij mee. De gemeente in Kloes heeft samen als gemeente zijde een appartementengebouw gehuurd. Dat hebben ze samen opgebracht en daar hebben we ook als Mino, of samen met u eigenlijk, veel bedden naartoe gebracht, veel matrassen ook. En allerlei andere hulpmiddelen. Maar nu is de vraag, ja, we hebben wel veel spullen nou eigenlijk nog nodig, ook voor de huisvesting. We hebben uitgezocht wat de prijzen zijn in Roemenië, maar het schijnt in Nederland wat goedkoper zelfs nog te kunnen. Vandaar dat Ton daar een heel lijstje van gemaakt heeft. Die ziet u hier. Nu op de Beamer en al met al komt het op zo'n €1.205 neer, wat we dan met elkaar zouden kunnen doen via de collecte, of in ieder geval een deel daarvan uiteraard. Diezelfde gemeente wil ook graag met de kerst een avond, een bijeenkomst organiseren met een kerstmaaltijd. Dat doen ze nu ook al, altijd voor de arme mensen uit de gemeente, maar ook uit de omgeving daar. Maar ze willen nu wat grotere schaal doen, omdat er natuurlijk ook veel Oekraïnse vluchtelingen niet alleen in Kloes, maar ook in de omgeving zijn. En die willen ze daarvoor uitnodigen. Daarvoor willen ze die zaal ook versieren en vragen daar ook voor hulp van uw kant daarvoor, voor spulletjes daarvoor. Ze willen ook presentjes maken om de mensen dat mee te geven als aandenken. Die kleine presentjes kunnen zijn zoals verzorgingsproducten voor vrouwen en mannen, snoep. Alleen moet natuurlijk wel hygiënisch verpakt zijn en kerstversiering, zoals ik net al zei. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Alleen geen kerststerren, daar zijn ze daar niet van gediend. Als u hier spullen voor wilt bijdragen, dan kunt u die uiteraard verzamelen en in de hal leggen bij de zogenaamde oude ingang bij ons, zoals het bij ons bekend is. En dan zorgen wij weer dat het weer op de juiste plek komt nadat het is getransporteerd. Dus de collecte vanavond willen we eigenlijk proberen om daar van vandaag een bijdrage aan te kunnen leveren. Alvast heel hartelijk dank. Ja, zullen we met elkaar bidden? Ja, Heer, we buigen ons hoofd. Heer, omdat we ons op U willen richten. Heer, op de Gever van het leven. Heer, op de God van het leven. Heer, die alles heeft gemaakt. Heer, die alles in zijn hand heeft. Vader, we zijn zo klein, Heer. En U bent zo groot, Heer. U bent zo goed. U houdt van ons en ik wil U daarvoor danken.
dat u een goed God bent. Heer, een liefdevol God. Ik wil u danken, Heer, dat u, ondanks dat wij zo vaak ons tegen u keren, een zondige, Heer, u niet waard zijn. Heer, dat we iedere keer weer door uw Zoon bij u mogen komen. Heer, en dat we mogen weten, Heer, dat u onze zonden van ons heeft weggenomen. Vader, ik wil u prijzen daarvoor. Ik wil u eren, Heer, en aanbidden. Heer, u bent hoog verheven in de hemel, Vader. Heer, wat bent u goed en willen u prijzen. Heer, en zo willen we u ook danken, Heer. En met zuster Antoinette, Heer. Dank u wel, Heer, ook voor haar goede berichten. Heer, haar dankgebed ook richting u. Vader, we willen u alle lof en eer brengen. Heer, u bent de Heelmeester en we willen altijd weer naar u toe gaan, Heer, omdat we het alleen maar van u kunnen verwachten. Heer, dat u het zal doen. Heer, in deze gemeente. Heer, in Roemenië. Vader, waar ze daar ook, Heer, vluchtelingen willen opvangen, Heer, uit de Oekraïne, Heer. En ik wil u zo bidden of u dat werk daar ook wil zegenen. Heer, dat het ook, uw evangelie er ook van mag uitgaan. Heer, ook uw liefde voor die mensen. Heer, misschien zijn het voor ons spulletjes, Heer, een kleinigheid, Heer, en een collecte. Heer, dat het een grote doel mag dienen, Heer, dat u de eer mag krijgen daardoorheen. Mijn Vader, zullen we zaterdag, Heer, ook de Israëlmiddag houden, Heer. Heer, dan willen we ook daarvoor bidden, Heer, dat we ook bepaald mogen worden, Heer, bij uw volk. En wat er bij uw volk gebeurt. En zo willen we ook bidden, Heer, voor het werk wat daar ook gebeurt en wat we willen ondersteunen. Heer, al het drukwerk wat daar verspreid wordt, om ook uw eigen volk bekend te maken met uw evangelie. Wilt u het zegenen, Heer, wilt u geopende deuren geven. Ja, Vader, dat er velen, ook van uw eigen volk, Heer, ook mogen ontdekken wie de Messias is. Heer, wil u bidden voor de gemeente, Heer, dat we ook als gemeente, Heer, iets mogen laten zien hier in Hattem. Heer, dat we als gemeente ook mogen uitstappen en in ons persoonlijk leven ook mogen laten zien wie u bent. Heer, dat ook uw blijde boodschap, uw evangelie, ook meer mensen hier in Hattem mag bereiken. Heer, mensen tot erkenning mogen komen van wie u bent, Heer. Mensen hun knieën mogen buigen en ook hun hoop en verwachting op u mogen stellen. Vader, dat wil ik u zo bidden voor deze dienst. Heer, geeft u ons ook open harten. Zegt u broeder Verkerk ook bij het brengen van het woord. Wilt u hem zegenen? Heer, en geef ons open harten dat we die woorden ook in ons hart mogen laten dalen, Heer. En dat ze ook een verandering mogen brengen, Heer. Dat we meer en meer op u mogen gaan lijken. Heer, dat wil ik u zo bidden, Heer. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. We willen graag een lied nog met elkaar zingen en dat is opwekking 510. Dit is mijn verlangen en tevens wordt collecte dan gehouden. Thank you.
Ja, we hebben net zo mooi gezongen. Heer, doe uw wil in mij. Doe uw wil in ons. En ook daarover gaat ons volgend lied. Dat is opwekking 427. Maak mij rein voor u. En hierna zou ik het woord aan u willen geven. Goedenavond, broeders en zusters. Aangenaam verrast door de prachtige liederen die we gezongen hebben. Dat meen ik echt. Ik vond het hele mooie toewijdingsliederen aan de Heere God. Mijn vrouw en ik, wij hebben altijd, als wij 's avonds warm gegeten hebben, dan hebben we een aantal gebedsonderwerpen. En dan gebruiken wij de gebedsonderwerpen van een aantal zendingsorganisaties, Christenen voor Israël. En dan zie je in die gebedsonderwerpen, de ene keer is dat er narigheid is en dat er voor gebeden wordt en dat ze ze vol zullen houden. En de andere keer is dat weer dat er een overwinning behaald is en dat het evangelie verkondigd wordt. Je ziet die twee kanten van het leven, de droevige kant, de tegenslagen en ook dan weer de zegen van de Heere God. En te midden van het alles staat dat die mensen allemaal bezig zijn met het woord van de Heere God en om het evangelie te delen met andere mensen. En dat komt iedere keer komt dat weer terug. En ik hoop dat dat voor ons allemaal een stimulans zal zijn in het leven waarin we staan. Dat wij blij zullen zijn met de dingen van de Heere God. En dat wij doorgaan Koning Jezus hoog te houden in ons leven. Want Hij blijft tot in alle eeuwigheid. Wat er ook verandert in ons leven.
Daarom gaan we vanavond ook juist ook kijken. En we gaan een gedeelte lezen uit Gods woord. 2 Koningen, hoofdstuk 22. En dan gaan we de versen 1 tot en met 20 lezen. Twee Koningen 22. We lezen vanaf vers 1 tot en met vers 20. 2 Koningen 22. Daar staat geschreven: Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja van Boskat. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Het gebeurde nu in het 18e jaar van koning Josia dat de koning de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesulam, naar het huis van de Heere stuurde om te zeggen: ga naar de hoge priester Hilkia en laat hem al het geld gereed leggen dat in het huis van de Heere gebracht is, dat de deurwachters bij het volk ingezameld hebben. Laten zij het de uitvoerders van het werk in handen geven, die aangesteld zijn over het huis van de Heere, zodat die het weer aan de uitvoerders van het werk kunnen geven die in het huis van de Heere zijn, om de bouwvallige gedeelte van het huis te herstellen. Aan de timmerlieden, de bouwlieden en de metselaars om hout en gehouwen stenen te kopen om het huis te herstellen. Maar er hoeft door hen geen rekenschap te worden afgelegd van het geld dat hun in handen gegeven is, want zij handelen oprecht. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan: ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan en die las het. Daarna kwam de schrijver Safan bij de koning en bracht de koning verslag uit. Hij zei: uw dienaren hebben het geld dat in het huis gevonden is ingezameld en in handen gegeven van de uitvoerders van het werk die aangesteld zijn over het huis van de Heere. Ook vertelde de schrijver Safan aan de koning: de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las die de koning voor. Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de volgende opdracht aan de priester Hilkia, aan Ahikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Michaia, de schrijver Safan en Asaja, de dienaar van de koning: ga de Heere raadplegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere die tegen ons is ontstoken is groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. Toen gingen de priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Safan en Asaja naar de profetes Hulda, de vrouw van Salem, de zoon van Tikva, de zoon van Harhas, de beheerder van de priesterkleding. Zij woonden in Jeruzalem in het nieuwe gedeelte en ze spraken met haar. Zij zei tegen hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft: zo zegt de Heere, zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de woorden van de boekrol die de koning van Juda gelezen heeft, omdat ze mij verlaten en andere goden reukoffers gebracht hebben, zodat ze mij tot toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen. Daarom zal mijn grimmigheid ontsteken tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de Heere te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen: zo zegt de Heere, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt
omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van de Heer vernederd hebt, toen u hoorde wat ik tegen deze plaatsen, de inwoners ervan, gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en vervloeking zullen worden, en omdat u uw kleren gescheurd en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heer. Daarom zie, ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat ik over deze plaats ga brengen niet zien. Daarop brachten ze de koning verslag uit. Tot zover deze woorden uit 2 Koningen 22. Laten we bidden. Heere God in de hemel, u heeft onze liederen gehoord. We hebben het gezongen naar u toe. Dat wij toch beelddragers zullen zijn. Dat we meer op u zullen lijken. Dat de uitwerking van uw heiligheid en uw heil handen en voeten krijgt in ons leven. Dat wij een lichtend licht zullen zijn voor de mensen om ons heen. En hoe nodig is dat? We leven in een tijd, Heere God, waarin zoveel duisternis is en waarin zoveel oneenigheid is. Mensen die twijfelen. En het geloof wordt aan de kant geschoven. Daarom willen we u bidden, Heere God, wilt u ons gebruiken op de plaats waar we zijn. Dat we dat woord van u hoog zullen houden. En dat we tot eer van de Heer Jezus Christus de dingen zullen doen. Hartelijk dank, Heere God, dat u doorgaat. Dit evangelie, dat goede nieuws van u, het zal verkondigd worden. En Heere God, wilt u ons daarvoor iedere keer weer mogelijkheden geven. En dat wij ons niet zullen schamen voor dat grote heil wat tot in alle eeuwigheden zal blijven bestaan. Dat koninkrijk waar geen einde aan zal komen en waar uw eeuwige zoon de grote koning zal zijn. Zegen de gemeente hier. Wil ze dicht nabij zijn. Wil ons allen heel dicht bij u houden. Dat bid ik u uit genade in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters. Soms is de directe confrontatie met het woord van God alles wat wij nodig hebben, waardoor wij radicaal een keuze zullen maken voor de Heere God. En zeker als op een gegeven moment de geest van God dat gebruikt en wij veranderde mensen zullen worden, dan vindt er een geestelijke verandering in ons leven plaats. Nou, deze levendmakende transformatie die overkwam een man in het jaar 1520. En zijn naam is Thomas Bilney. Bilney, dat was een priester in opleiding in de universiteitsstad Cambridge. En in zijn theologieopleiding bestudeerde hij de nieuwe uitgave van de Erasmusbijbel. Hij bestudeerde dat en hij kwam een vers tegen van de apostel Paulus. En dit is het vers. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Bilney getuigde hierover en hij zei, ik werd getroffen door dat woord. Ik zag de zondigheid van mijn ziel. En tegelijkertijd gaf dit woord zo'n troost en zo'n rust in mijn leven. Het lezen van dat woord van God, dat bracht grote veranderingen in zijn leven. Die man is christen geworden. Hij heeft zijn vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus. En hij is een van de voorlopers geworden van de Engelse reformatie. Nou, zoiets soortgelijks komen we ook tegen deze avond in ons tekstgedeelte. Josia, de koning van Juda. Een lang gewaande kopie van het woord van God, dat verdwenen was, werd gevonden in de tempel van Jeruzalem. En Josia las dat en zijn leven werd erdoor veranderd. Hij bekeerde zich en onmiddellijk gingen er allerlei dingen gebeuren in en rondom zijn leven. Josia,
Heel jong werd hij koning. 8 jaar oud toen hij koning werd van Juda. Hij werd dat na een goddeloze periode van 50 jaar van zijn vader Manasse. Een halve eeuw van afgoderij was er in Juda. En het zuidelijke rijk Juda, dat ging dezelfde kant op als het noordelijke rijk Israël. Het zou over en uit zijn. Het oordeel van God was aanstaande over deze groep mensen. En deze jonge Josia, die leek op zijn overgrootvader Hiskia. Of om het te zeggen, hij was een goede, godvruchtige koning van Israël. Josia was ook de laatste goede koning van Juda. Die jonge koning, die moet goede mentoren hebben gehad, goede bewakers hebben gehad, want de Bijbel die geeft een heel duidelijk en een positief getuigenis over Josia. Er staat in onze teksten, dat zijn allemaal lovende woorden, hij deed wat juist was in de ogen van de Heere God en hij ging in heel de weg van zijn vader David en hij week niet af naar rechts of naar links. Alles wat over Josia geschreven staat, is positief. En wat nog belangrijker is, Josia die wordt hier vergeleken met de beste koning die geleefd heeft in Israël. Hij volgde Gods rechte pad. Hij volgde dat op dezelfde manier als koning David. Van alle koningen van Juda wordt gezegd dat alleen Hiskia en zijn achterkleinzoon Josia goed gehandeld hebben, zoals David. In onze tekst, in vers 4, vermeldt Gods woord een belangrijke gebeurtenis die in Josia's leven plaatsvond. Hij was toen 26 jaar oud. Hij stuurt dan de schrijver Safan naar de hoge priester naar de tempel in Jeruzalem met de volgende opdracht. Ga naar de hoge priester Hilkia en laat hem al het geld gereed leggen dat in het huis van de Heere gebracht is. Dat de deurwachters bij het volk ingezameld hebben. Josia die wil goed voor Jeruzalem zorgen. De bouwvallige gedeeltes van de tempel die moesten hersteld worden. En deze praktische opdracht laat al zien wat voor een persoon Josia is. Hij was toegewijd aan de aanbidding van de ware God, de God van Israël. Net zoals alle andere goede koningen van Juda. Na 50 jaar van een goddeloos bewind van zijn vader gaat er verandering komen. En zijn toegewijde zorg voor de tempel, dat was een teken dat deze man, deze zoon als het ware van deze slechte vader, dat hij toegewijd was aan de Heere God. Hij begon hervormingen in de stad Jeruzalem. Offerhoogtes werden weggehaald, gesneden, gegoten beelden. Ze werden allemaal uit Jeruzalem verwijderd. En dan staat er op een gegeven moment, in zijn 16e jaar zette Josia de hervormingen door van alles wat er nodig was. De goede zorg die hij toonde naar de tempel van Jeruzalem, dat geeft al aan dat hij in de goede richting zat. Maar het zou niet volkomen worden. Als u dat doorleest bijvoorbeeld in het begin van het boek Jeremia, Jeremia hoofdstuk 3, dan zie je dat die hervormingen, als die dan plaatsvinden, dat allemaal door het volk in schijn gebeurde. Niet waarachtig, niet oprecht. Er gebeuren grote dingen daar in het leven van Josia. Heel concreet wordt hij geconfronteerd met het levende woord van God. Er wordt een ontdekking gedaan. Hilkia, die op een gegeven moment krijgt daar de boekrol in handen. Hilkia, de hoge priester, en die zei tegen Safan, ik heb de boekrol heb ik gevonden. En die op zijn beurt ging naar de koning toe. En die las het allemaal nog voor. En dan zegt op een gegeven moment dat Safan tegen de koning, zo, de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. Nou, in de Hebreeuwse grondtekst staat er nadruk op dat woordje boekrol. Het staat namelijk helemaal aan het begin van die zin. Een boekrol heeft de priester Hilkia aan mij gegeven. En die boekrol, dat was het woord van de Heere God. En door dat woord te delen,
dan zie je dat Hilkia en Safan ook een goed voorbeeld zijn ter navolging ook voor ons als christenen. Het beste wat je je medemens kunt geven is Gods woord. Een vers van Gods woord, een traktaat of een getuigenis. Elke keer als we dat doen, dan is er altijd weer een zegen aan verbonden. Weet u hoe ik christen ben geworden? Weet u dat? Ik ben niet opgevoed in een christelijk gezin. Er is iemand geweest. Toen was ik 20 jaar oud. Die kwam op een dag naar me toe en die gaf me een Bijbel. En ik was zoekende. Ik had allerlei vragen over de oorlog en over allerlei toestanden die allemaal zich afgespeeld hadden. Wij lazen heel veel thuis. Maar ik zat met vragen, met levensvragen. En toen gaf die man een Bijbel en door het lezen van de Bijbel ben ik christen geworden. En wel overwogen heb ik die keuze gemaakt omdat ik begreep, dit is de waarheid. Waar ik vandaan kom en waar we naartoe gaan. En waarom de mensen zo in elkaar zitten, wij ons mensen. Nu weet ik het antwoord. Gods woord die geeft aan hoe ik als mens in elkaar zit. En de verlossing in Christus Jezus werd mij heel duidelijk. Iemand gaf mij een Bijbel. Toen Josia dat wetboek ontving, daar staat er in Gods woord, toen scheurde hij zijn kleren. En in Bijbelse tijden was het scheuren van je kleren een uiterlijke aanduiding dat er innerlijk iets mis is. Het is een vorm van boetedoening. En hoe meer Josia las en hoe meer Josia hoorde wat God verlangde van zijn volk, des te meer werd het voor hem duidelijk dat er een grote kloof zag tussen hem en datgene wat God eiste. Het zat hem natuurlijk niet alleen maar in dat herstellen van dat tempelgebouw. Die oude stenen die moesten vervangen worden. Er moest gerestaureerd worden. Maar Josia die begreep waar het echt om ging in het leven. De harten van de Judeërs moesten veranderd worden. Ze moesten het woord van God weer gaan omarmen. Hij zag het. Voor het volk is het nodig dat ze oprecht met de Heere God zullen gaan wandelen. Wij gelovigen anno 2022, wij kunnen heel veel leren van deze jonge koning Josia. Als wij zondige dingen doen, dan willen we misschien wat terloops willen we zeggen, ja dat is verkeerd geweest, dat is niet goed geweest. Maar hoe vaak is er oprechte schaamte over onze zonde? En voelen we dat diepe verdriet dat Josia ervoer. Christenen die waarachtig groeien in de Heer Jezus Christus, ze zijn oprecht bedroefd als ze iets gedaan hebben wat niet tot eer van de Heer God is. Ze tonen dan berouw over hun zonde. Het raakt ze, de ongelijkheid die er is tussen de manier waarop ze leven en de manier waarop God wil dat ze zullen leven. Josia's hart was gebroken door de zonde en ook vanwege zijn eigen tekortkomingen. En als gevolg daarvan wilde hij weten, hoe moet het nu verder, Heere God? Hoe moet het nu verder? En daarom zegt hij ook in vers 13 tegen Hilkia en de priesters en de zijnen, ga de Heere raadplegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere God die tegen ons is ontstoken is groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. In tegenstelling tot zoveel andere koningen van Juda was het Josia die Gods woord zonder meer aannam. Hij las Gods woord, hij luisterde naar Gods woord en hij gehoorzaamde naar het woord van de Heere God. En hij wilde ook de gevolgen weten voor de toekomst voor zijn volk. Op basis van wat het gevonden wetboek zei, van wat er met het volk van God zou gaan gebeuren, vreesde Josia het ergste. Zal zijn koninkrijk nog stand houden? Zullen ze het oordeel overleven? En daarom geeft hij de opdracht aan zijn metgezellen.
Ga en zoek. Nou, Hilkia en de zijnen, die hoefden niet ver te reizen om een antwoord te vinden waar Josia op zoek naar was. Een vrouw werd er gevonden. En haar naam is Hulda, een profetes. Jeremia hebben ze niet opgezocht, want Jeremia in zijn dagen, toen dit zich afspeelde, was hij aan het begin van zijn profetische bediening. Ze gingen ook niet naar Sefania, want Sefania, ja, die profeteerde ook in die dagen in Jeruzalem. Nee, daar gingen ze niet naartoe. Ze gingen naar Hulda, een profetes, een vrouw vol van de geest. Prachtig dat de Heere God niet alleen mannen, maar ook vrouwen gebruikt. Zoals ook voorzegd is door de profeet Joël. Uw zonen en uw dochters, zij zullen profeteren. God vervulde deze belofte op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest op de gemeente kwam. En door de eeuwen heen zijn er gelukkig niet alleen maar mannen, ook vrouwen gebruikt om dat woord van God hoog te houden in hun leven. Door middel van gebed, door het te delen met hun zonen en dochters en hun kleinkinderen, om het hoog te houden. Ik heb gewerkt in de Filipijnen. Daar werden ze op een gegeven moment opgeleid in de Bijbelschool. Vrouwen, jonge vrouwen, 18, 19, 20 jaar. Ze trokken de bergen in, want er waren soms helemaal geen mannen. En die gingen daar het woord van God doorgeven. Soms 3, 4 kleine gemeenten zochten ze op één dag. En ze werden gebruikt. En tot op de dag van heden is in de Filipijnen, in de binnenlanden, zijn er duizenden christenen, ook vanwege vrouwen, die dat woord van God doorgegeven hebben. Hulda had niet echt een bemoedigende boodschap. Maar wat ze zei was wel absolute waarheid. Dit zijn de woorden die ze aan Safan en de andere leden van de koninklijke hof doorgaf. Om dat over te brengen naar koning Josia. Zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft. Zo zegt de Heere. Zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan. Namelijk al de woorden van de boekrol die de koning van Juda gelezen heeft. Omdat ze mij verlaten en andere goden reukoffers gebracht hebben. Zodat ze mij tot toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen. Daarom zal mijn grimmigheid ontsteken tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Het horen van deze woorden, die lijken eigenlijk op een soort van een second opinion van een dokter die uitgesproken wordt. En die aangeeft dat de prognose van die andere, die eerdere dokter, dat zijn eerste prognose er redelijk uitzag, maar dat die tweede uitspraak nog veel erger is. Want Hulda, die haalt hier aan in feite alleen maar woorden afkomstig van de profeet Mozes uit het boek Deuteronomium. Allerlei teksten van oordeel komen naar voren toe uit dat boek Deuteronomium. En waarom worden die woorden zo uitgesproken? Omdat het volk van Juda het allereerste gebod van de Heere God aan het overtreden was. De Israëlieten maakten zich schuldig aan de grote zonde om zich neer te buigen voor andere goden. En de Heere God die vatte dat heel persoonlijk op. Wat natuurlijk ook heel terecht was. In vers 17 van onze tekst zie je dat naar voren te komen. In de herhaling van dat woordje mij. Omdat ze mij verlaten hebben. Mij tot toorn verwekt. Jarenlang heeft Juda zich naar God schuldig gemaakt door afgoderij te plegen. En Hulda's profetie is de expliciete voorspelling van Juda's uiteindelijke ondergang. Het zuidelijke koninkrijk Juda heeft een punt bereikt waar geen terugkeer meer mogelijk is. Precies zoals Josia vreesde. Al in de dagen van koning Hiskia werd het duidelijk dat hoewel dat oordeel even uitgesteld zal worden, dat het niet meer afgewend zal kunnen worden. Zeker na die rampzalige 50-jarige durende regeringstijd van koning Manasse.
nota bene de vader van Josia. Juda had de onontkoombare, onvermijdelijke, onherroepelijke, onuitblusbare toren van een heilige en machtige God opgewekt. Die boodschap van Hulda, die is natuurlijk helemaal niet makkelijk geweest voor Josia. En broeders en zusters, deze boodschap behoort ook in onze tijd weer te klinken. Heden ten dagen behoren ook die onheilsprofetieën naar boven gehaald te worden, want de Heere God die is niet veranderd. Als we alleen maar spreken over een goede God en een genadige God en een rechtvaardige, en maar niet meer spreken over dat God uiteindelijk de zonde haat en dat er een keer een oordeel zal komen, als dat niet meer klinkt, dan zitten we daarnaast en brengen we een half evangelie. Mensen aanbidden tegenwoordig minstens zoveel valse goden als mensen in het oude Juda. En er lijkt weinig hoop te zijn dat de mensheid nog heel lang gevrijwaard zal zijn van het oordeel van God. Want wij leven in een wereld die verder en verder wegraakt van de geopenbaarde woorden van de Heere God. En we weten niet hoeveel tijd er nog zal zijn voordat zijn oordeel over deze wereld zal komen. U kunt dat terugvinden in het boek Openbaringen. En wat moeten wij doen? Als gelovigen, als gemeente van de Heer Jezus Christus. Een paar dingen. Op de eerste plaats, onverkort doen en onverkort blijven doen wat Gods woord van ons vraagt. Niet opzij gaan. Niet met de modern denken meegaan. Vasthouden wat Gods woord zegt. Op de tweede plaats, zorg ervoor dat we een warm hart blijven toedragen aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ook al is dat groepje nog klein, zorg ervoor dat we hoog houden datgene wat belangrijk is. En dat we onze broeders en zusters lief hebben. En ten derde, zorg dat je praktisch je inzet voor je medemens. Dit evangelie deelt in woord en in daad, dichtbij en ver weg. Zo heeft Josia er ook ingestaan in zijn dagen. Josia was een licht in de duisternis toen hij zijn hervormingen begon. 50 jaar lang daarvoor hebben mensen allerlei afgodische dingen gedaan. De tempel hebben ze helemaal leeggehaald en ze hebben de afgodsbeelden ingezet. Nou, wat voor kritiek zal die jonge Josia wel niet hebben gehad in zijn dagen. Maar hij deed het, hij hield vol. Hij volgde Gods wet zoveel als hij kon. Maar hij kon het tij niet meer keren. Josia was een van de meest rechtvaardige koningen die Israël ooit heeft gehad voor de komst van Christus. Toch is de wet niet in staat om een van nature geboren zondaar te redden, inclusief Josia. De geschiedenis van Josia die illustreert de duidelijke boodschap van de Bijbel. Een mens kan niet gered worden door het houden van de wet. En de apostel Paulus die haakt daarop in de uitleg van het evangelie in de Romeinenbrief. In het 3e hoofdstuk daar schrijft hij, ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet is de mens bewust maken van zijn zonde. En in plaats van het probleem van ons mensen op te lossen, maakt de wet ons probleem juist erger. Wat we nodig hebben is een persoon die ons redden kan van de wet en van de overtreding van de wet. En net als Josia en alle andere onvolmaakte koningen van Juda, hebben ze ook Jezus Christus, de rechtvaardige, nodig. Om het maar even met de woorden van Romeinen 8 te zeggen. Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur.
En daarom heeft God zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees. Om ons te bevrijden van de zonde heeft hij het oordeel van God op zich genomen. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. De gerechtigheid zal ons worden toegerekend door het geloof. Door het volmaakte leven van Christus en zijn offerdood heeft God gedaan datgene wat de wet niet kon doen, maar hij heeft juist door zijn zoon ons gered. En het enige wat een mens nodig heeft in zijn leven is te erkennen dat we schuldig zijn en dat we Christus Jezus nodig hebben voor onze zaligheid en te vertrouwen op Jezus. Alles is voor ons gedaan omdat Jezus het heeft gedaan. Hij heeft het gedaan door een zondeloos leven te leiden, een verzoenende dood te sterven, weer op te staan uit het graf. En ieder die dat gelooft, die zal gered worden. De wet kan ons niet redden, maar het geloof in Jezus kan en die doet dat wel. Josia, hij geloofde dat woord wat tot hem gekomen was. Hij had spijt van zijn zonde. Had zijn kleren gescheurd. En zo vond hij Gods barmhartigheid. En dan komt het einde van onze tekst. En dan zien we dat daar woorden van hoop naar boven toe komen bij die profetes Hulda. Ze geeft dan op een gegeven moment aan de boodschappers van de koning deze woorden mee. Tegen Josia moet u dit zeggen. Omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van de Heere vernederd hebt. Toen u hoorde wat ik tegen deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb. Dat ze tot een verwoesting en vervloeking zou worden. En omdat u uw kleren gescheurd en voor mijn aangezicht gehuild hebt. Daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Daarom zie, ik ga u met uw vaderen verenigen. En u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat ik over deze plaats ga brengen. Niet zien. Het oordeel zal komen over Juda. Juda's zonden waren zo groot dat de toorn van God niet kon worden afgewend. Maar die dag van rampspoed zou lang genoeg uitgesteld worden, zodat Josia voor die grote verschrikkelijke dag zou sterven. De vreselijke ellende van pijn en verderf, het afgevoerd moeten worden in die Babylonische ballingschap. Het wordt hem allemaal bespaard. Als je nog verder doorleest hè, in de Bijbel, weet u dat het ook gebeurd is? We zitten nu in 2 Koningen 22. En als u dan doorleest in 2 Koningen 23, dan ziet u wat er daar gebeurt. Het is Josia die op een gegeven moment ten strijde trekt tegen de Egyptenaren. 2 Koningen 23, daar staat het opgetekend. En Josia die wordt gedood. Als je het oppervlakkig leest, dan denk je, zo'n goede koning. Kan God dan geen bescherming geven? Nee, het was opdat hij niet door de Babylonische ballingschap weggevoerd zou worden. Hij zou bespaard worden van al die ellende. God die nam hem in vrede tot zich. Geen leuke dood gehad, maar hij was bij de Heere God na zijn dood. Dus er is een lichtstraal hier voor een ieder die berouwvol zich richt tot de Heere God. Dat oordeel van God over deze wereld is niet tegen te houden. Het staat onwrikbaar vast, opgetekend in de schriften. Wanneer deze wereld een einde loopt, de elementen met vuur zullen vergaan. Als de Heer Jezus Christus terug gaat komen, dan mogen wij pleiten op de genade van de Heer Jezus Christus. En onze roep om genade zal beantwoord worden, omdat Jezus alles voor ons volbracht heeft. En daarom deze avond wil ik u vragen, durven wij net als Josia tegen de ongelovige stroom in onze tijd, hoog te houden dat goede woord van de Heer God. God is getrouw, zijn plannen falen niet, hij gaat door. Zolang we maar dicht bij Jezus Christus blijven, is het altijd goed. Dat wens ik u toe. Laten we met z'n allen optrekken voor koning Jezus. En laten we net als koning Josia trouw ook zijn paden bewandelen.
Amen. Amen. Wij gaan danken. En daarna na het dankgebed, dan zal opwekking 124 met elkaar gezongen worden. Ik bouw op u. En dan daarna is de zegenbeden. Laten we danken. Heere God, uw woord is niet stoffig. Uw woord is niet ouderwets. Het is zo reëel als het maar zijn kan. Up to date. Het beschrijft wie wij als mensen zijn. Om ons heen zien we zoveel verschrikkelijke dingen plaatsvinden. Zoveel ellende. Spanning. Dreiging. Hoe goed is het dat wij mogen rusten bij u. En hoe goed is het dat wij samen mogen wonen. Broeders en zusters bij elkaar. En gemeenschappelijk mogen vasthouden. Datgene wat de beloftes van God zijn. Hemel en aarde, ze zullen voorbij gaan. Maar het woord van u, het zal altijd blijven bestaan. Het geeft kracht. Het geeft vertroosting. En ik wil u bidden, Heer, dat we iedere keer weer ons leven zullen spiegelen aan u. Aan uw goede woord. Hartelijk dank dat u de gemeente zegenen wilt. Alles wat ze ondernemen, Heere. Geef, Heere, dat ze op u zullen bouwen. En als er struikelblokken zijn, als er zonde is, als er misschien spanningen zijn, Heere, ik wil u bidden dat wij vast zullen houden aan de principes van uw woord. Dat we elkaar zullen vergeven, elkaar zullen liefhebben, hoog zullen houden. En dat we net als koning Josia tegen de stroom in hoog zullen houden wie u bent en dat u getrouw bent. Hartelijk dank dat u dit wilt uitwerken. Dat bid ik u uit genade in Jezus' naam. Amen. Amen. Opwekking 124. Ik bouw op u. En nadat we dat allemaal gezongen hebben, we gaan dat staande zingen, zal dan daarna de zegenbede zijn. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Dat is volkomen veilig, Heere God, als wij in uw naam gaan. Want u bent de hoogverhevene, de God van Israël. Hartelijk dank
We willen u bidden, wilt u ons kracht geven, volharding geven? Wilt u ons vreugde geven? Want de vreugde des Heren is onze kracht. Geef, Heren, dat we op u zullen bouwen ten alle tijden, in voor- en in tegenspoed, net zoals Josia dat gedaan heeft. Dat nu de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijen blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. Amen. Amen. Amen.